Vroeger was gewoon het beetje sla of dat groen plukje letterlijk bij een entrecote, dat was bijkomstig. Terwijl dat we net nu zien dat er eigenlijk heel veel opportuniteiten liggen, heel veel kansen liggen in een volwaardig bijgerecht. Dat is tof, het gaat ook mee in de trend van alsmaar meer en alsmaar lekkerdere groenten. Maar ik vind dat het ook past binnen de trend van het sharen. Niets leuker dan een plankje met brood en boter, een pannetje met witloof, nog een klein slaatje erbij. Maar eigenlijk is de term fout, hè. Het is een bijgerecht of on the side, letterlijk alsof het bijkomstig zou zijn. Terwijl dat ik eerder van de filosofie ben, heel veel kleintjes maken een groot. Ook in een traiteurzaak kun je echt wel mensen triggeren door extra sausen aan te bieden, gepersonaliseerde sausen, gepersonaliseerde mayonaises, pickled vegetables, kleine bokaaltjes met huisbereide gerechten. Waarom geen flessen gin tonic verkopen in een traiteurzaak? Dat zijn echt de sides die het als klant ook boeiend maken. En natuurlijk, extra sides worden aangerekend en genereren meer omzet.